Welkom, dames. We hebben de volgende vraag gesteld aan 100 Nederlandse mannen. Welke strandkleding vinden mannen de grootste afknapper bij vrouwen? Goed, ik ga eens even kijken wat we hebben. We hebben een gebreide hippie bikini. Mm-hmm. We hebben een ingewikkeld ogende monokini. We hebben een nauwelijks verhullende minikini. Minikini. En een sportief badpak. Daar is niks geks aan, een sportief badpak. Mannen, op 4 zetten jullie de minst erge optie. En op 1 zetten jullie de badkleding waarvan jullie denken dat mannen die de grootste afknapper vinden. Voor iedere juiste vrouw op de juiste plek krijgen jullie 1 punt. Tel, mag ik je uitnodigen om naar de dames te gaan? Wat wij de grootste afknapper zouden vinden. De grootste afknapper komt op 1. Oké. En de minst erge op 4. De minikini. Ja, de mini, hè? Ja. Nou ja, ligt er Frans Duits, volkszanger, man van het volk, man van het leven. Ja, nee. Ja, ja. Dat klopt. Waar knap jij het meest op af? Nou ja, het is niet echt afknappen, maar er blijft weinig te raden. Dus weinig verrassend. Dus ik denk toch de minikini. Echt waar? Nee. Sorry. Nee, man. Nijmen, ik hoor die achter. Nijmen. Dus, ik zou eerder zeggen dat mannen afknappen op gebreide schissel. Oké. Gebreide schissel. Ja, toch? Staat een merk. Okay. Gebreide schissel. Bij mijn man. Niet, niet ons ding. Klopt, ja. Wow. Ja, en ik denk dan toch weer van mannen willen houden van naakt. Ik zou zeggen ze knappen af op het badpak. Want ja, dan zie je eigenlijk niks. Nou, niet zo hard. Wow. Ik denk dat mannen het minst erg vinden. Dat zeg ik, nou, vind ik wel relaxed. Is dit. Ja. Ja? Ja. 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 Lekker bloot, maar ook een beetje sexy. En ruttetut, weet je, strikkies. Ja. Zit het echt goed vast? Zit het als ik zit... Nou, niet doen. Nee, alsof ik dat ooit zou doen. Nou. Jij bent het minst erg tot nu toe. Dus dat betekent dat jij naar 4 gaat. Ja, klopt. Gaat... De ergste moet op 1. De ergste moet op 1. Hallo. Hallo. Hi. ik denk dat... Die moet blijven staan. Die moet blijven staan. Ja. Dit meisje. Okay. Zullen we haar dit meisje noemen in plaats van die? ik denk dat dit... Ja. Meisje. Meisje. Hallo. En dit meisje. Hi. Hi, zit ik jou voor? Recht neer. Juist dat. Dat is goed. Dat is het ergste. Ja, oké. Ik denk dat ze allemaal goed staan. Ja, denk je? Ja, ik ook. Ook mijn keus. Tel, ga even langs jullie nummer 1 staan. De grootste afknapper. We gaan kijken. Het minst erg vinden mannen, en dus op de 4e plek. Ja, als er maar een lekker wijf in zit, prima. Het is een beetje ingewikkeld, maar het is de monokini. Ja, zeker. Okay. Op nummer 3. Too much voor op het strand. En wie zwemt er nou in een door oma gehaakte bikini? De hippie bikini. Helaas. Op 2. Totaal aseksueel noemen mannen dat. Wat erg voor je. Alsof je gaat zwemmen met Martina Navratilova. Het sportieve badpak. En op nummer 1. Die minikini. Dat vinden ze toch het allerergste. Oké, hoeveel punten hebben jullie gescoord?